Ah, dank u wel. Maar ik mag er niks van zeggen, hoor. Als iemand het meest zijn schoonouders echt getroffen, dan ben ik het wel. Ik zie wat die allemaal voor onze kinderen doen. Maar vooral ook hoe ze mij gesteund hebben na mijn sterilisatie. En dan denk ik, ja, dan heb ik het getroffen. Nee, nee, want dat is echt een hele moeilijke periode in mijn leven geweest. Ja, het is toch een ja, ik vond het voelen als een abortus. Hè. Het is toch een gezond leven waar je denkt dat met één knip de das wordt omgedaan. Misschien is zelfs genocide wel een beter woord. Al die miljoenen jongens en meisjes in de dop die ook met één knip hun leven wordt ontnomen. Dan denk ik, ja, ze hebben het wel vaak over een VN-tribunaal. Is dan een uroloog ook niet de aangewezen persoon om daar eens voor te verschijnen? Ja, ik voel me daarin ook onbegrepen, hoor. Dat geef ik meteen toe, maar ja, dat heb ik al vanaf die ingreep dat ik me daarin onbegrepen voel. Ik weet nog goed dat ik na moest bellen, hè, want je moet het dan nog een keer inleveren in zo'n potje en dan moet je nabellen of dat het allemaal goed is gegaan. En toen vertelde die zuster dat er nog 7 levende zaadcellen waren aangetroffen. Dus ik vroeg, goh, wat doet u dan mee? Wat doe ik dan mee? Ik zei, ja, dan kom ik er wel om. Ja, nee, maar dat kunnen 7 gezonde jongens zien. Ik heb nu alleen maar dochters, nog 4 erbij en ik heb een heel voetbalelftal. Dan laat ik toch zomaar niet met kraanwater wegspoelen, daar ben ik om geweest. En ik heb ze begraven in de tuin. Nest de Nond. Mooi bordje gemaakt. Hier rust een Germain. Robin. Arjen. Raphaël, Wesley, Kevin en de jongste, Joël. De jongens die nooit naar een WK konden. Ja, ik voel me daar gewoon wat onbegrepen in. Mensen vinden dat raar. Ja, ik niet, maar goed, ja. Met die neuroloog had ik toch al niet zo'n klik. Ik weet nog goed dat hij bezig was. En hij gaat dan op zoek naar je zaadkabel. Daar is hij dan mee bezig en ik dacht, om het ijs te breken, maak ik de opmerking, goh, ja, we hebben de Delta kunnen gaan werken. Het was een bellen, wat blief, zegt hij nog. Ik zei, ja, maar vent, hij zo aan kabels kan trekken. Hey. Ja, die maat van me was het echt mooi. Die moest een maand later en die vroeg aan me, goh, tot waar moet je eigenlijk scheren? Ik zei, ja, tot hier. Die had alleen de bovenkant gedaan. Maar die was slecht af. Nee, maar ik heb natuurlijk wel wat bewaard, hè. Dat snapt u wel, de avond van tevoren, hup, even in een potje. Ben ik in de vriezer gestoken. Steken erop, sausen. Dat staan nu tussen de cornetto's en de spaghetti. Overleg dan mevrouw de vriezer open. Wat is dat eigenlijk voor sausen? Tussen de spaghetti en de cornetto's. Ik zeg, ah, dat lust je toch niet. De vorige keer spoor het ook uit.